We staan hier aan de Maasdijk, een primaire waterkering van ons. En achter ons zie je een Dassenburcht. Deze Dassenburcht is hier een jaar of 20 geleden aangelegd in de veronderstelling dat het veilig was. Met de kennis van toen was het ook veilig. Het grote risico van een Dassenburg bij een dijk kan zijn verweking of piping. En dat komt omdat een das in principe tot het grondwater kan graven. En omdat je er al jaren zit, is dat zeker niet uit te sluiten. Nou ja, als je dan dus aan de buitenzijde water hebt staan, dan krijg je door het verhang dat het in ieder geval ook naar binnen komt, waardoor in ieder geval de binnenzijde gaat verweken. En daardoor kan de dijk instabiel worden. En dat is het risico wat we niet kunnen afwachten. Dus daarom moeten we ook actie ondernemen. Daarom moeten wij deze gaan verwijderen hier uit de dijk. En dat is een heel traject waar we al een tijd mee bezig zijn. Dat betekent dat we allereerst een machtiging moeten aanvragen om een bestaande Dassenburcht te mogen verplaatsen. Nou, die machtiging hebben we. We hebben een nieuwe Dassenterp aangelegd. We noemen het wel eens gekscherend een 3-sterrenhotel. Mooi met 4 kamers en een aantal toegangspijpen. En daar mag de das naartoe als hij wil. We kunnen hem niet dwingen. Die Dassenburg die ligt op 100 meter afstand van deze, dus in het bestaande territorium. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Als je iets nieuws aanlegt, zorg dat het in het bestaande territorium blijft. We monitoren die nieuwe burcht. Tot nu toe is je nog niet in geweest, wel erbij. Dat hebben we al gezien. De sporen zijn er volop bij. De das die zoekt steeds weer nieuwe verblijven en daarvoor gaat hij aan het graven. En in dit geval bij de bestaande burcht is hij een keer aan het graven geweest, 2 keer zelfs, richting de dijk. En afgelopen november, december, weer op een derde plek, op 100 meter afstand hier. En die hebben we opengegraven en toen bleek dus dat hij tot ongeveer 3 meter uit de kruin in de dijk gegraven was. Nou ja, je moet hem opengraven, je moet hem van boven opengraven en dan zie je dus hoe diep dat hij zit. Dat betekent dus ook als er water aan de buitenkant is, dan hoeft het echt niet tot de kruin te staan. Een meter of 3 onder de kruin kan er voldoende zijn om aan de binnenkant water te gaan krijgen. En dat maakt het zo risicovol. En dan weten we dus niet bij de bestaande burcht hoe ver dat hij in die 20 jaar al richting de dijk is gegaan. 2 weken geleden hadden we hoog water en bij Kuik in Sint Agatha hadden we 1 burcht buitendijks. En de prognose was dat het water in ieder geval tegen de dijk aan zou komen. Waardoor je ook zeker weet dat die burcht onder gaat lopen. Het voordeel daarvan is dat je ook zeker weet dat er geen das in zit. En we hebben op voorhand met toestemming van de dijkgraaf een noodverordening van kracht laten worden. Waarin wij voordat het hoogwater daadwerkelijk aan de dijk was, die burcht mochten ontmantelen. Nou, dat hebben we gedaan. 2 kranen, man of 7, 8 aanwezig. En we hebben een dag voordat het hoogwater daadwerkelijk bij de dijk was, hebben ontmanteld. Maar dan zie je toch dat er nog dieren in zitten. Hey, komt Jan. Oh, heb een das. Oh, de dame erin. Hij schiet erin. En we hebben daar 3 vossen en 3 dassen aangetroffen in de burcht. Dus als wij hier de bestaande burcht gaan ontmantelen, hopelijk dit jaar in juli, dan willen we het 100% inmeten, liefst 3D, zodat we ook kunnen aantonen, kunnen laten zien aan heel Nederland hoe risicovol een Dassenburcht kan zijn en hoe omvangrijk. Want ik zei al, hier zit 100 meter burcht in een raster, maar we weten helemaal niet hoe ver dat die binnen die 100 meter zich uitstrekt. En vooral richting de dijk is heel belangrijk om te weten. Ronald! We kijken welke lengte die toch gedaan heeft. Ja, en hij gaat dus wel echt die kant op. Ja, ja, je ziet hier waarschijnlijk weer de kamer. Ja. Als straks alles ontmanteld is, dan laten we het raster wel staan. Want de das zal toch de neiging hebben om hier terug te komen. Dus dan laten we gewoon 1, 2, 3 jaar staan. En dan zien we wel hoe dit zich ontwikkelt. Dus ik denk als je het zo vooruit kijkt, dat het heel gunstig is dat er een nieuwe burg ligt. Als hij al verstoord wordt, dan heeft hij in ieder geval op een veilige plek, 100 meter uit de dijk, een nieuw onderkomen.